De druk is van de ketel. Gemeenteraadsleden en wethouders hebben op 20 december tot 9 uur 's avonds in spanning gewacht wat de uitkomst zal zijn van de bijzondere raadsvergadering in het raadshuis aan de Herenstraat in Voorburg. Fractievoorzitters van diverse partijen en één wethouder, Astrid van Ekelen, als adviseur in de Vertrouwenscommissie, hebben deelgenomen in een bijzondere raadsvergadering onder het voorzitterschap van D66-fractievoorzitter Wouter Jorissen. Ze hebben definitief en formeel overeenstemming bereikt wie de nieuwe burgemeester van Leidschendam-Voorburg is geworden. Aan mij als voorzitter van de Vertrouwenscommissie de eervolle taak om het openbaar te maken. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg beveelt aan zijne majesteit de koning aan om Martijn Vroom als nieuwe burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg te benoemen. De gemeente Perspectief, dat is mooi. Iedereen gefeliciteerd. En mag ik dan met die constatering de vergadering sluiten? Dank u wel, dan is dat het geval. Het is altijd een moeilijke keuze, want je kiest natuurlijk, je moet de beste burgemeester voor Leidschendam-Voorburg kiezen. Dus ja, daar komt natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid bij kijken. En je kiest ook over mensen. Dus dan is het, en ieder mens is anders, dus het is altijd een moeilijke keuze. Maar we staan als Vertrouwenscommissie en ook als gehele raad echt achter deze keuze. Want we denken wel dat we met deze burgemeester, met Martijn Vroom, echt stappen kunnen zetten als het gaat om onze positie in de regio, om het veiligheidsdomein. En als laatste natuurlijk de belangrijkste, om stappen te zetten in het herstellen van het vertrouwen van de inwoners in de lokale politiek. Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan. Hè. Er zijn door meerdere bestuurslagen, zowel door de commissaris van de Koning, de provincie, als natuurlijk door onze vertrouwenscommissie en gezamenlijk de raad, echt wel goed gekeken. Wat willen we nou hebben? Wat zoeken we? En daarbij zijn ook de gesprekken op die manier goed gevoerd. Dus ik denk dat we echt wel goed gewogen hebben en goed gekeken hebben naar de kandidaten. Een weging die je niet zomaar kunt maken als je daar alleen maar een verkiezing van maakt. Het is een heel veelzijdige job en het is geen job van 9 tot 5. Dus je moet wel iemand hebben die gewoon goed beslagen ten ijs komt. En ik denk dat deze burgemeester dat wel in zich heeft. Als één wethouder meer weet dan haar collega's in BNW, dan is het zaak behendig om te gaan met de geheimhouding. Het college heeft natuurlijk ook in spanning gezet. Zeker. Want die mogen ook niks weten. Nee. Behalve één natuurlijk. Astrid zat in de Vertrouwenscommissie als adviseur. Niet erin, zoals adviseur van de Vertrouwenscommissie. Ja, dat is als adviseur. En hoe moeilijk was het om het geheim te houden? Nou, best wel moeilijk. Ja? Best wel moeilijk. Ja? Ja, want iedereen was natuurlijk hartstikke nieuwsgierig. Ja. En ze is erin geslaagd. We hebben goed weer geslaagd om niks te zeggen. Maar is het niet moeilijk om iemand te vinden die aan alle eisen van de profielschets kan voldoen? Absoluut, maar we hebben natuurlijk meerdere gesprekken gevoerd. En we staan gewoon de komende tijd voor meerdere uitdagingen als Leidschendam-Voorburg. Deze kandidaat voldoet aan die uitdagingen, tenminste. Heeft de eigenschappen om die uitdagingen aan te gaan. Er waren een hoop eigenschappen, maar welke eigenschappen, want ja, je bent natuurlijk niet perfect, maar welke eigenschappen hebben het meest gewogen in de selectie? Nou, we hebben het ook aan de inwoners gevraagd en onder andere het zichtbaar, benaderbaar, goed kunnen luisteren en speciale inzet op veiligheid en openbare orde. En vertrouwen herstellen in de politiek, heel belangrijk. Dat willen we allemaal graag. De beslotenheid van de selectie lijkt misschien niet transparant in democratisch opzicht, maar is toch wel logisch om het zo te doen. Ja, iedereen zal het wel herkennen als je ergens solliciteert en je werkt tegelijkertijd nog op een andere plek en het wordt zomaar openbaar dat je op een andere functie hebt gesolliciteerd, ja, dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus het is heel belangrijk dat we deze procedure heel zorgvuldig, en daar hoort dan ook een stukje geheimhouding bij, maar dat is ja, puur voor de bescherming van de kandidaat. Ja, wij als SP zien het liefst een gekozen burgemeester, maar goed, gegeven de procedure zoals die nu is, dan is het wel goed om zeg maar mee te kijken hoe dat dan gaat loopt. En ik moet eerlijk zeggen dat iedereen heeft kunnen solliciteren en uiteindelijk is er eentje uitgekomen die de eindstreep gehaald heeft. En ik denk dat het hele proces overzien door een goede burgemeester hebben gekozen. Dus dat is kijken wat het wordt. Maar de burgemeester moet zich wel er bewust van zijn dat de sfeer hier in de gemeenteraad niet altijd even best is geweest.
En die mag ook af en toe ons gewoon een spiegel voorhouden van, hey jongens, jullie willen met elkaar een betere sfeer. Dan hoort ook dit en dit hoort daarbij. Dus soms wat strakker juist de vergadering voorzitten. En als het kan wat losser en goed gevoel voor humor is natuurlijk ook altijd belangrijk. Pas op 6 maart 2023, zodra het zogeheten koninklijke besluit getekend is door de minister van Binnenlandse Zaken, kan Martijn Vroom, nu nog burgemeester van Krimpen aan den IJssel, de hamer overnemen van interim-burgemeester Jules Bijl. De druk is van de ketel. Gemeenteraadsleden en wethouders hebben op 20 december tot 9 uur 's avonds in spanning gewacht wat de uitkomst zal zijn van de bijzondere raadsvergadering in het raadshuis aan de Herenstraat in Voorburg. Fractievoorzitters van diverse partijen en één wethouder, Astrid van Ekelen, als adviseur in de vertrouwenscommissie, hebben deelgenomen in een bijzondere raadsvergadering onder het voorzitterschap van D66-fractievoorzitter Wouter Jorissen. Ze hebben definitief en formeel overeenstemming bereikt wie de nieuwe burgemeester van Leidschendam-Voorburg is geworden. Aan mij als voorzitter van de vertrouwenscommissie de eervolle taak om het openbaar te maken. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg beveelt aan zijn majesteit de koning aan om Martijn Vroom als nieuwe burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg te benoemen. De gemeente Perspectief, dat is mooi, iedereen gefeliciteerd. En mag ik dan met die constatering de vergadering sluiten? Dank u wel, dan is dat het geval. Het is altijd een moeilijke keuze, want je kiest natuurlijk, je moet de beste burgemeester voor Leidschendam-Voorburg kiezen. Dus ja, daar komt natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid bij kijken. En je kiest ook over mensen. Dus dan is het, en ieder mens is anders, dus het is altijd een moeilijke keuze. Maar we staan als vertrouwenscommissie en ook als gehele raad echt achter deze keuze. Want we denken wel dat we met deze burgemeester, met Martijn Vroom, echt stappen kunnen zetten als het gaat om onze positie in de regio, om het veiligheidsdomein. En als laatste natuurlijk de belangrijkste, om stappen te zetten in het herstellen van het vertrouwen van de inwoners in de lokale politiek. Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan. Hè. Er zijn door meerdere bestuurslagen, zowel door de commissaris van de Koning, de provincie, als natuurlijk door onze vertrouwenscommissie en gezamenlijk de raad, echt wel goed gekeken. Wat willen we nou hebben? Wat zoeken we? En daarbij zijn ook de gesprekken op die manier goed gevoerd. Dus ik denk dat we echt wel goed gewogen hebben en goed gekeken hebben naar de kandidaten. Een weging die je niet zomaar kunt maken als je daar alleen maar een verkiezing van maakt. Het is een heel veelzijdige job en het is geen job van 9 tot 5. Dus je moet wel iemand hebben die gewoon goed beslagen ten ijs komt. En ik denk dat deze burgemeester dat wel in zich heeft. Als één wethouder meer weet dan haar collega's in BNW, dan is het zaak behendig om te gaan met de geheimhouding. Het college heeft natuurlijk ook in spanning gezet. Zeker. Want die mogen ook niks weten. Nee. Behalve één natuurlijk. Astrid die zat in de vertrouwenscommissie als adviseur. Niet erin, zoals adviseur van de adviseur. En hoe moeilijk was het om het geheim te houden? Nou, best wel moeilijk. Ja? Best wel moeilijk. Ja? Ja, want iedereen was natuurlijk hartstikke nieuwsgierig. Ja. En ze is erin geslaagd. We hebben goed weer geslaagd om niks te zeggen. Maar is het niet moeilijk om iemand te vinden die aan alle eisen van de profielschets kan voldoen? Absoluut, maar we hebben natuurlijk meerdere gesprekken gevoerd. En we staan gewoon de komende tijd voor meerdere uitdagingen als Leidschendam-Voorburg. Deze kandidaat voldoet aan die uitdagingen, tenminste. Heeft de eigenschappen om die uitdagingen aan te gaan. Er waren een hoop eigenschappen, maar welke eigenschappen, want ja, je bent natuurlijk niet perfect, maar welke eigenschappen hebben het meest gewogen in de selectie? Nou, we hebben het ook aan de inwoners gevraagd en onder andere het zichtbaar, benaderbaar, goed kunnen luisteren en speciale inzet op veiligheid en openbare orde. En vertrouwen herstellen in de politiek, heel belangrijk. Dat willen we allemaal graag. De beslotenheid van de selectie lijkt misschien niet transparant in democratisch opzicht, maar is toch wel logisch om het zo te doen. Ja, iedereen zal het wel herkennen. Als je ergens solliciteert en je werkt tegelijkertijd nog op een andere plek,
en het wordt zomaar openbaar dat je op een andere functie hebt gesolliciteerd, ja, dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus het is heel belangrijk dat we deze procedure heel zorgvuldig, en daar hoort dan ook een stukje geheimhouding bij. Maar, en dat is ja, puur voor de bescherming van de kandidaat. Ja, wij als SP zien het liefst een gekozen burgemeester. Maar goed, gegeven de procedure zoals die nu is, dan is het wel goed om zeg maar mee te kijken hoe dat dan gaat loopt. En ik moet eerlijk zeggen dat iedereen heeft kunnen solliciteren. En uiteindelijk is er eentje uitgekomen die de eindstreep gehaald heeft. En ik denk dat het hele proces overzien een goede burgemeester hebben gekozen. Dus dat is kijken wat het wordt. Maar de burgemeester moet zich wel er bewust van zijn dat de sfeer hier in de gemeenteraad niet altijd even best is geweest. En die mag ook af en toe ons gewoon een spiegel voorhouden van hey jongens, jullie willen met elkaar een betere sfeer. Dan hoort ook dit en dit hoort daarbij. Dus soms wat strakker juist de vergadering voorzitten. En als het kan wat losser en goed gevoel voor humor is natuurlijk ook altijd belangrijk. Pas op 6 maart 2023, zodra het zogeheten koninklijke besluit getekend is door de minister van Binnenlandse Zaken, kan Martijn Vroom, nu nog burgemeester van Krimpen aan den IJssel, de hamer overnemen van interim burgemeester Jules Bijl.